Hey, Julie. Jaap. Wat is er, Ab? Ik ben moe. Te moe. Zware dag gehad. Oh, gekkenhuis. Ga even zitten. Oh. Vertel. Nou, het begon eigenlijk nog wel rustig vandaag. Ik had de planning gedaan, die was helemaal rond. Ik was nog wat trots op mezelf. Ja, al snel. Mella van Dijk. Ab, met Miranda. Hallo Miranda. Ik ben echt te ziek om te komen werken vandaag. Je bent ziek? Ja, ik voel me zo rot. Ik kan niet eens mijn bed uit. Heb je een klein moment alsjeblieft? Met Ab. Ab, met Rob. Ik ben ziek. Je bent ziek? Ja, ik heb koorts. Heb je een momentje? Met Ab, een ogenblikje alsjeblieft. Miranda? Ja, ik ben... Een momentje nog. Met Ab? Ab? Ik ben ziek. Ja, ik kan vandaag echt niet komen. Ogenblikje. Met Ab? Ab? Met Nadia. Mijn rug is weer niet goed. Je rug weer? Ja, sorry. Oh, moment hoor. Met Ab? Hoi Ab, ik heb weer niet geslapen. Niet geslapen. Ab, ben je er nog? Ab, ben je daar? Hallo. Ab, Ab. Ab, ben je er nog? Ab, stop. Wacht nou eens even. Draaf je niet een beetje door? Hoezo? Je hebt ze echt allemaal in de wacht gezet? Nee, natuurlijk niet. Dat is bij wijze van spreken. 5 telefoons. Je hebt alleen maar een mobiel. Vertel nou eens even rustig. Wat is er nu gebeurd? Ja, ze waren allemaal ziek. Allemaal? Ja. En? Ja, en dus zijn ze allemaal thuisgebleven. Allemaal? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Wat anders? Begin eens bij het begin. Nee, een stukje verder. Hoi Ab, met Miranda. Hey Miranda. Ik ben echt te ziek om te komen. Je bent te ziek? Ja, ik voel me zo rot. Ik kan niet eens mijn bed uit. Oké, Miranda, ik meld je ziek. Ja? Beterschap. Dankjewel. Dag Miranda. Was dat het hele gesprek? Ja. Moest je niet meer weten dan? Zoals? Nou, was ze wel echt ziek? Miranda? Ja. Nee, als die belt, dan is er echt wat aan de hand hoor. Die is er altijd. Oké, maar had ze niet wat nodig dan? Wat nodig? Nou, fruit of zo? We werken toch niet in een supermarkt? Nee, trouwens, daar zal de man wel voor zorgen. Oké. Okay. Nou, zij was dus zo ziek dat ze niets meer kon, maar die andere die... Rob? Ja, Rob. Nee, dat is wel een ander geval. Ab, met Rob. Ik ben ziek. Je bent ziek, Rob. Ja, ik heb koorts. Koorts. Oh, ja. Sorry? Nee, niks. Ik meld je ziek. Fijn. Wanneer kom je weer? Ik hoop morgen. Oh, oké. Nou, Beterschap. Beterschap? Hij is toch ziek? En ik ben geen dokter. Nee, jij bent geen dokter. Maar de dokter betaalt zijn salaris ook niet. En het bedrijf wel. Ja? Dan is het toch normaal dat je het gesprek met hem aangaat? Ja, maar hij is toch ziek? Weet je dat zeker? Nee. Twijfel je? Eerlijk? Ja, maar dat kan ik toch niet zeggen? Stel dat hij wel ziek is. Wat zou je hem willen zeggen? Zo Rob, dus je bent weer ziek? Ja, hoezo? Nou, volgens mij ben je wel een beetje heel vaak ziek de laatste tijd. Vind je ook niet? Dat lijkt me niet zo handig. Zo maak je me uit voor leugenaar. Ja, maar hij vertelt ook niet de waarheid. Dat weet ik. Dat weet je. Ja. Ja, maar zo bereik je hem niet. Nou, hoe dan wel? Ga echt in gesprek met elkaar. Rob? Ja? Rob, we hebben een probleem. Je hebt je nu al voor de 4e keer ziek gemeld in 2 maanden. En voor de 4e keer op een maand. Ja, geloof je me niet of zo? Geloof je hem?
Zeg hem dat maar. Zonder te beschuldigen. Ik wil je graag geloven, Rob, maar het wordt wel een beetje moeilijk zo. Hoezo? Rob, ik hoor verhalen dat je op maandag ook ergens anders werkt. Klopt dat? Rob, ik stel je een vraag. Klopt dat? Ja, van wie... Dat gaat je niks aan. Luister, ik snap dat je weinig geld hebt, maar dit kan je echt niet maken, jongen. Ik wil nu dat je naar me toe komt en dan gaan wij samen een heel pittig gesprek hebben. Want dit kan ik echt niet accepteren. Je brengt niet alleen mij in het bedrijf, maar ook je collega's in een heel lastig pakket zo. Ja. Ja, ik kom eraan. Fijn. Zo. En u is? Wat? Ja, zo duidelijk ben je nog nooit geweest. Die meldt zich voorlopig niet meer ziek. En hoe was het met die andere, die dame? Stop. Nee, een stukje verder. Zij. Ja. Ja, zij heeft last van de rug. Maar wat kan ze nog wel? Wat kan ze nog wel? Ja. Nodig uit voor een gesprek. Een gesprek? Op het werk. Dus je hebt weer last van je rug? Ja. Maar dat had ik aan de telefoon toch al uitgelegd. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook heel vervelend. Vraag haar wat dat betekent. Wat betekent dat? Wat? Ja, ik weet niet wat ik nou moet zeggen. Wat zou jij zeggen? Ik zou vragen wat betekent dat voor het werk. Dat ze last heeft van haar rug. En haar vertellen wat jouw rol is. En die van de dokter. Wat betekent dat voor het werk? Dat je last hebt van je rug? Zijn er bijvoorbeeld dingen die je niet meer kan? De dokter zegt dat ik vooral geen zware dingen meer mag doen. Okay. Zoals? Stofzuigen. Ab, ik ben toch ziek? Ja, natuurlijk ben je ziek. Maar laten we vooral kijken naar wat je nog wel kan. Ja, de dokter zegt... Welke dokter? De huisarts zegt dat ik vooral heel voorzichtig moet zijn. Ja, dat klopt. Ja, weet je hoe het werkt? De huisarts die kijkt naar jouw ziekte. Die bepaalt van, goh, wat heb je nodig om weer beter te worden? En de bedrijfsarts bijvoorbeeld, die gaat er veel meer over van, wat betekent dat dan voor het werk? En ik bepaal uiteindelijk wat er dan gebeurt. Wat we bijvoorbeeld, of jij thuis mag blijven zitten met behoud van je salaris om uit te zien. Maar de bedrijfsarts... Ja, dat is dus mijn adviseur. Kijk, die zegt niet hoe het moet, maar die zegt wat ik het beste zou kunnen doen. Dus? Dus, nou ja, wat kan je nog wel? Laten we vooral kijken naar wat je nog wel kan. Je bent een te leuk mens om thuis achter de plankjes te gaan zitten. Ja, dat is waar. Juist. Ja. Dus, stofzuigen, dat is te zwaar. Mm-hmm. Maar wat zou je bijvoorbeeld dan nog wel kunnen? Ik zou kunnen afstoffen. Nou, bijvoorbeeld. Zwieferen. Ja. En of de raamkussen zijn op hoogte. Ja. Zou dat gaan? Ja. Je leert snel. Hé, talentje. Nou, goed. Volgende. Stop. Stukje terug. Dat is Amina. Ja, die is eens in de zoveel tijd ziek. Op. Ik ben ziek. Ik kan vandaag echt niet komen. Is zij ziek? Of is haar kind ziek? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat ze zich soms ziek meldt als ze geen oppas heeft. Praat er dan met haar over. Zij is niet ziek. Haar kind is ziek. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ze moet eigenlijk zelf een goede oplossing zoeken. Ze kan toch moeilijk steeds zijn rekening bij jou leggen? Weet je wat je wel kan doen? Je kan haar calamiteitenverlof geven. Zodat ze even wat kan regelen. Ik wou dat ze gewoon over dat soort dingen zouden praten. Dan weet ik het. Weet je, nu kan ik er niks mee. Ja, daar heb je gelijk in. Je moet van twee kanten komen. En wat doe je nu met Ali? Met hem in gesprek gaan? Stop. Wat is er nu? Ja, het is een hartstikke goede werknemer. En dit gaat volgens mij over zijn privé. Dan kan ik dat toch niet tegen hem gaan zeggen. Heeft het invloed op het werk? Ja. Dan moet je er iets mee. Ik vind het moeilijk. Ali! Hey, ik wil je graag even spreken over je verzuim. Ik ben er toch? Ja. Ja. Hey, kom, ga even mee. Ga even in die tram zitten. Even rustig. Kom even mee. Okay. Kom even zitten.
Ali, hoe vaak heb jij je nou al ziek gemeld? Jij zegt altijd, kijk niet achterom, laat het verleden rusten, richt je blik op de toekomst, gratis advies. Ali, ik kijk achterom omdat ik me zorgen maak over je toekomst. Dan kan je gelijk naast mijn vrouw gaan zitten, want die maakt zich ook altijd zorgen om mij. Nou, kom op, even serieus. Waarom heb jij je de laatste tijd zo vaak ziek gemeld? Als ik mij ziek meld, is dat maar één dag. Kijk nou naar John, die is al 3 weken ziek. Okay, maar ik praat hier nu niet met John, ik praat hier nu met jou. Ja, met John praat ik later wel. Waarom meldt je je zo vaak ziek? Omdat ik dan niet slaap. Ja, en waarom slaap je niet? Omdat ik dan wakker lig. Ali. Ja, wat wil je nu? Ik wil weten waarom je niet kan slapen. Dat is mijn probleem, Ab, en ik los dat zelf op. Ja, het is jouw zorg, maar het wordt ook mijn probleem op het moment dat je er niet zo vaak bent. Ja, het komt goed. Ik los het op. Tot nu toe is je dat niet gelukt, Ali. Nee, nou, en wat wil je nu? Dat je het op tafel legt. Het blijft onder ons. Ab, ik heb nu weer een brief gekregen, ja? Als ik binnen 2 dagen niet betaal, dan word ik volgende week woensdag uit huis gezet. Nu heb ik het probleem op tafel gelegd. En nu? Ga je me helpen? Ga jij het betalen? Nee. 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 Ik ga het niet betalen, Ali. Nee. Ik vind het wel heel vervelend voor je. Ja. Maar wat ik wel kan doen, is je wel proberen te helpen. Hoe dan? Ja, ik kan je bijvoorbeeld, als je dat wil, met bedrijfsmaatschappelijk werk in contact brengen. Of met de schuldhulpverlening. Nee, maar kijk, luister. Dan kunnen ze samen naar jouw situatie kijken. En kijken of je het op een of andere manier weer onder controle kan krijgen. Ja, alleen als je wil, hè. Kom op, man. Dit kan zo niet langer duren. Alleen zo is het echt niet houdbaar. Nee. Oké. Okay. Ja, moet maar. Nee, ik kan het altijd proberen. Ja. Hey, maar als ik je hiermee help, wil ik wel dat je je hierom niet meer ziek meldt. Ja, is goed. Dat beloof ik. Ja? Ja. Afgesproken. Okay. Hey. Ja. Kom je bij me langs als er wat is? Oké. Dankjewel, man. Zie je wel? Ga nou het gesprek aan. Dat maakt het zoveel makkelijker. Ja, dat ga ik zeker doen. Hey, maar het werkt wel alleen als het van 2 kanten komt. En? Kan je er nu weer tegenaan? Ja. Ja, ben je nu minder moe? Ja. Ja, stukken. Ja, het lucht eigenlijk wel op. Maar ik blijf het wel lastig vinden. Het is ook lastig. Kijk, ziek is toch ziek? Ja. Maar de vraag is, wat kan je nog wel? Koffie? Miranda heeft na 2 dagen laten weten hoe het met haar ging. De dag daarna was ze weer volop aan de slag. Ze heeft aangegeven dat ze blij is met het vertrouwen dat Ab in haar heeft. Na een pittig gesprek heeft Rob zijn 2e baan opgezegd. Het vertrouwen begint langzaam te herstellen. En voortaan gaat Rob het gesprek aan. Amina's moeder komt tegenwoordig oppassen als haar kleindochter ziek is. Als oma een keer niet kan, neemt Amina een paar uur onbetaald verlof op om het te regelen. Nadia is blij dat ze erover hebben gesproken en dat Ab haar begrijpt. Ze komt tegenwoordig zelf met voorstellen wat ze nog wel kan. Met haar rug gaat het trouwens al veel beter. Ondanks zijn schaamte is Ali achteraf heel tevreden. Hij is samen met schuldhulpverlening begonnen om zijn geldzaken op orde te krijgen. Bij problemen die ook het werk in de weg zitten, gaat hij langs bij Ab.